Vandaag een antwoord op een vraag van Sanne. Sanne is een jonge vrouw die is opgegroeid in een vertrouwde, liefdevolle omgeving met ouders die nog bij elkaar waren en die ook leuk waren tegen elkaar met een broer en een zusje waarmee ze goed kon opschieten, die het allemaal goed deden, zeg maar, goed in hun vel zaten. Ze heeft haar, allebei haar opa's en oma's nog. Ze heeft de basisschool in de middelbare school gewoon goed doorlopen, goede cijfers. Ze heeft er nooit al te veel moeite voor verdoen. Vriendinnengroepen gehad, vriendjes gehad, nooit gepest geweest. En toch, waar dat dan in zo'n situatie niet al te vaak voorkomt en we ook vaak vinden, ja, dan is daar geen aanleiding toe of een aanwijsbare oorzaak. Toch komt Sanne nu al een flink aantal jaar met behoorlijk depressieve klachten. Periodes met behoorlijk heftige depressieve klachten. Dusdanig heftig dat ze, op het moment dat ze daarmee kampt, het leven echt niet meer ziet zitten. Ze niet door de negativiteit die dan van haar meester maakt heen kan kijken en het positieve kan ervaren, zien. Behoorlijk heftig. Nu komt Sanne ook al eigenlijk, ja, vanaf hetzelfde moment dat deze depressieve klachten eigenlijk een beetje zijn ontstaan en steeds maar terugkeren, met darmklachten. Dus vraagt Sanne zich af of, ja, deze misschien ook van invloed zijn op elkaar. Omdat, ja, we zoeken altijd naar een reden en een oorzaak en die kan ze eigenlijk niet echt vinden. Geen reden of oorzaak om het leven niet te zien zitten, want alles loopt eigenlijk gewoon op rolletjes. Ze heeft inmiddels ook een baan, een leuke baan zelfs. Tenminste, in theorie zou die leuk moeten zijn, maar op het moment dat ze niet lekker in de vel zit, vindt ze gewoon simpelweg niks leuk. Dat kan ze dan niet ervaren. Dus de vraag van Sanne is, zijn hier verbanden tussen depressieve klachten en darmklachten? Nou, Sanne, laten we eens begrijpen waaruit depressieve klachten, dus een gebrek aan het kunnen ervaren van positieve emoties, zoals blijdschap, vrolijkheid en relativeringsvermogen, dat soort dingen allemaal, waar het uit voort kan komen. Een positieve gemoedstoestand, het ervaren van positieve emoties, het kunnen ervaren van blijdschap, ergens zin in hebben. Dat kan je enkel wanneer er een goede prikkeloverdracht van de neurotransmitter serotonine plaatsvindt in je lijf. En er voldoende serotonine aanwezig is in je hersenen om deze prikkeloverdracht mogelijk te maken. Depressieve klachten, dus een gebrek aan positieve emoties en een negatieve gemoedstoestand, duiden dan ook vaak op een serotonine tekort in de hersenen, waar dit soort klachten uit kunnen ontstaan. Dit doet dus vermoeden dat in de jaren dat jij met deze klachten kampt, er regelmatig een serotonine tekort in jouw hersenen heeft geheerst. En nog steeds heerst met regelmaat, omdat ja, jij merkt niet echt een vermindering van deze klachten. En deze komen ook herhaaldelijk terug in meer en minder heftige mate. Hoe kan zo'n serotonine tekort, hoe kan dat ontstaan? Serotonine is een neurotransmitter, welke ook kan fungeren als hormoon. En dat wil zeggen, het kan overgedragen worden middels je zenuwstelsel, tussen zenuwcellen, als signaalstof, maar ook via je bloedbaan als signaalstof. Het ene gaat wat sneller dan het andere. Deze neurotransmitter CQ-hormoon, deze wordt gevormd uit het aminozuur tryptofaan.
Dit is een essentieel aminozuur, wat wil zeggen dat deze wel voldoende aanwezig moet zijn in je voeding, wil überhaupt serotonine gevormd worden. Maar over het algemeen komt dat in de voeding van de gemiddelde Nederlander wel redelijk voldoende voor. En ook in jouw eetpatroon komt dit aminozuur, waar serotonine uit gevormd kan worden, komt wel voldoende voor om in principe, in theorie, een serotonine tekort te kunnen voorkomen. Echter, de vorming van deze neurotransmitter, de vorming van serotonine, vindt plaats in jouw lijf en moet vervolgens ook nog richting jouw hersenen getransporteerd worden en in jouw hersenen opgenomen worden. Deze vorming van serotonine uit het aminozuur tryptofaan en ook de opname van dit aminozuur, van deze neurotransmitter van serotonine in je hersenen, wordt beperkt op het moment dat het stresshormoon cortisol afgegeven wordt in je lijf. En dat betekent dat als jij voldoende van de bouwstof van serotonine in jouw voeding aanwezig hebt, maar vervolgens wel met klachten kampt die duiden op een serotonine tekort, hoogstwaarschijnlijk de vorming en opname van serotonine in je lijf en in je hersenen wordt dan regelmatig beperkt door cortisol hoogstwaarschijnlijk. En dat geeft dus aan dat cortisol regelmatig afgegeven is in jouw lijf. En wanneer wordt dit stresshormoon afgegeven? Dit stresshormoon wordt afgegeven op het moment dat er een energietekort dreigt in jouw lijf. En een energietekort dat zal dreigen in jouw lijf wanneer enzymen in jouw weefsels niet goed kunnen functioneren vanwege bijvoorbeeld een niet ideale, niet optimale, niet lichtbasische zuurtegraad in je lijf. En wanneer zal de zuurtegraad in jouw lijf niet optimaal gehouden kunnen worden? Dat is onder andere wanneer de opname van vocht en vochtaantrekkende mineralen, dus mineralen met vochtaantrekkende eigenschappen in jouw darmwand, jouw lijf in, niet goed verloopt. En ook wanneer de afvoer van afvalstoffen jouw lijf uit, waaronder de afvoer van afvalstoffen, vetoplosbare afvalstoffen richting jouw darmen, wanneer dat niet goed verloopt, dan namelijk kunnen de afvalstoffen die voortdurend in jouw weefsels gevormd worden en de zuurtegraad in jouw weefsels beetje bij beetje verhogen, niet tijdig genoeg verdund, geneutraliseerd en afgevoerd worden en zal de optimale zuurtegraad in jouw lijf verloren gaan. En dat is dus een reden, want dan kunnen enzymen niet goed werken, kan de energieproductie niet goed plaatsvinden, zal er een energietekort ontstaan in jouw lijf. Dat is een reden om cortisol, het stresshormoon cortisol, af te geven, welke dus de vorming en ook de opname van serotonine in je hersenen beperkt. En waaruit dus depressieve klachten kunnen ontstaan. En ja, darmklachten, mits deze de opname van vocht en vochtaantrekkende mineralen in jouw darmwand doen verslechteren, en of de afvoer van vetoplosbare afvalstoffen richting jouw darmen doen verslechteren, kunnen dus van invloed zijn op een serotonine tekort in je hersenen. Ook al is de bouwstof van serotonine wel voldoende, dit aminozuur tryptofaan wel voldoende aanwezig in jouw voeding, dan kan het toch zo zijn dat de vorming ervan wordt tegengehouden, wordt beperkt, wordt geblokkeerd en ook de opname ervan in de hersenen door cortisol vanwege een te hoge zuurtegraad en daardoor stress in jouw lijf, de afgifte van cortisol die dit allemaal doet beperken.